We zijn hier bij het Koninklijk IJzen-IJzenga Planetarium in Franeker. Welkom bij de Kanon van Nederland. In deze video vertelt een sleutelstuk een verhaal bij het venster IJzen-IJzenga. In 1774 doet een Friese dominee een gruwelijke voorspelling. Volgens hem zou de aarde uit haar baan raken en vernietigd worden door de zon. Dat leidde tot veel onrust bij mensen, maar niet bij IJzen-IJzenga, want hij berekende dat dat helemaal niet kon. In dit huis bouwt hij een planetarium, zodat mensen zelf de werking van het zonnestelsel kunnen bekijken. Dit is het oudst werkende planetarium ter wereld. En je kunt het nog steeds bezoeken hier in Franeker. In de woonkamer van IJzen-IJzenga een prachtig werkend schaalmodel van het zonnestelsel. Meer dan 240 jaar geleden gemaakt. Dit is echt ongelooflijk. Goh, ja, wat maakt dit nou zo bijzonder eigenlijk? Nou, het is zo bijzonder dat het al heel lang geleden gemaakt is. Want hij heeft het gemaakt tussen 1774 en 1781. Maar het meest bijzondere is dat het nog altijd werkt. Je kunt hier aan het plafond de actuele bewegingen van alle hemellichamen zien. Dus alle planeten draaien echt volgens werkelijkheid. Maar je kan ook precies zien welke dag het vandaag is. In welk jaar we zitten. Hoe laat de maan vanmorgen is opgekomen. Hoe laat de zon vanavond zal ondergaan. Je kan het zo gek niet bedenken of je kunt het hier aan het plafond aflezen. Oh, dus hier is... Ja, en hier hebben we dan een blik op een deel van het radenwerk. Want waar we nu naar kijken is dat plafondgedeelte waarmee de planeten worden aangedreven. Het is een enorm radenwerk van tientallen wielen en assen. Voorzien van in totaal duizenden spijkers. En het bijzondere is dat IJzenga het zo gemaakt heeft dat al die onderdelen onderling verbonden zijn. Dus er kan eigenlijk niets bewegen zonder dat de rest mee beweegt. Vandaar dat het allemaal vanuit dat ene centrale uurwerk kan worden aangedreven. En wat we hier zien liggen... En dat is wel heel fraai. Dat is een soort handleiding bij het planetarium. Hij heeft zijn planetarium gemaakt. En hij wilde ook dat het natuurlijk bewaard zou blijven. En hierin beschrijft hij heel nauwkeurig niet alleen de werking van het planetarium. Voorzien van allerlei tekeningen hoe dat hierboven allemaal precies in elkaar zit. Maar ook allerlei tips voor onderhoud. Hoe je bijvoorbeeld zo'n jaarplank moet verzetten. Hoe de schikkeldag in beeld gebracht moet worden. Allerlei tips en tricks over de werking en het onderhoud van het planetarium. Ja, en in wezen is dit gewoon de basis ook voor ons om het planetarium goed te kunnen onderhouden. IJzenga heeft dit gemaakt toen de tijd. In 1780, 81 was hij klaar. Er kwamen gelijk mensen op bezoek. IJzenga gaf uitleg. En dat doen we tot op de dag van vandaag. Na ruim 240 jaar komen nog steeds elke dag mensen hier naartoe, gaan zitten in deze kamer en krijgen uitleg bij dit prachtige bewegende model van het zonnestelsel. En dat maakt het heel fascinerend.